De herstart voor de bouw van de flats van Campus Housing is vandaag aangevangen. Sinds de oprichting in 2019 omvat Campus Village 5 gebouwen, waarvan er 2 zijn afgebouwd en 3 nog moeten worden afgerond. Het startsein hiervoor is gegeven met het project The Construction of 3 Facilities Within the Area of the Anton de Kom University, The Completion of Phase 2. Wandana Pulto, voorzitter van de Stichting Bestuur Campus Village, benadrukt dat de voltooiing van deze 3 faciliteiten meer huisvestingsmogelijkheden biedt voor studenten uit verschillende districten. Deze uitbreiding, als alles af is, zal een beschikbare plek vergroten van 300 naar bijna 1500 studenten die we hier zullen kunnen accommoderen. Dat betekent dat vooral we studenten uit het verre binnenland een huis kunnen bieden, een thuis kunnen bieden, waar ze zich volledig kunnen richten op hun studie en hun ontwikkeling. Ik heb ook tot slot wil ik onze studenten bedanken. Jullie geduld, jullie doorzettingsvermogen in de lastige tijden zijn bewonderenswaardig. Ik ben niet vergeten en het is beloofd, jullie buitenkeuken die is ook in zicht. Zoals het spreekwoord luidt, na regen komt zonneschijn. Dus we werken hard aan een betere toekomst. En dankzij jullie steun is die toekomst zeker in zicht. Dank u wel. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat de Campus Village heel erg verwaarloosd was. Hij is blij dat de zaken nu aangepakt kunnen worden. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken spreekt van een grote nood aan accommodatie van studenten. We moeten werken aan het managen van de campus. Dat means onderhoud, klein onderhoud, groot onderhoud moet opgepakt worden. En we gaan niet wachten op anderen. Wij gaan die campus moeten beheren. Maar er zijn issues, politieke issues, heeft te maken met weer die campus helemaal in de schoot van de universiteit werpen. Want bij een universiteit hoort de campus. Hier heb je het probleem dat we de campus eigenlijk moeten gebruiken om vooral onze leerlingen van de verre districten te bemensen ook. Dat zijn niet altijd volledige kinderen, studenten van de universiteit. Daar is een discussie over. Maar met betreft 5 gebouwen kun je nog afspraken maken dat 2 van de gebouwen fully beschikbaar zijn voor de universiteit, bachelor- en masteropleidingen. En de rest moeten we naar onze high schools, IMEO, Natin, zodat je een verdeling kan maken. We dragen de volledige ondersteuning dit project, maar ook de toekomstige uitbreiding van de regering. We weten dat veel mensen die kansen missen, vooral van die districten. Ook misschien Wanica, waar openbaar transport heel duur is en daarvoor de must van de studentenhuisvesting. We weten dat we komen van een periode waar het project aan zijn lot was overgelaten. Een vrij exclusief campus. Ik ga het eerlijk zeggen hoor, heel exclusief, supermodern. Vind je zelfs in Europa niet. Ik heb in Europa ook in een studentenflat gewoond. Maar zo geweldig mooi was het niet. Dus dit is à la top. Eerlijk zeggen, ik ben jaloers. Maar dit moet ook koesteren. En wat gebeurd is in het verleden mag nooit meer gebeuren. Minister Noor Mohammed benadrukt dat de Campus Village gekoesterd moet worden en dat het onderhoud beter ter hand genomen moet worden.